Wonen bij September is eigenlijk een woonhuis, een zorghuis voor bewoners met een dementie. En die komen eigenlijk gewoon in een thuis te wonen, hun eigen woonhuis. Het is meer gewoon een gezellig huis dan dat je echt merkt dat er iets met de mensen is. Zelf koken, hoe mensen met elkaar omgaan, eigenlijk gewoon een plek zoals thuis. Wonen bij September is gewoon het dagelijkse leven. Van het ochtendritueel, krantje lezen, kopje thee, heb je lekker geslapen. Eigenlijk precies zoals je thuis ook je dag begint. Je ziet het sowieso in de hele warme zorg die wij elke dag aan onze bewoners geven. Daarnaast proberen we voor elke bewoner persoonlijk bij te dragen aan hun wensen en behoeftes. Een ontbijtje, een bepaalde krant die iemand graag leest, misschien een liefdevolle aanraking. Eigenlijk allemaal kleine dingen de hele dag door. Deze doelgroep is voor mij zo mooi dat je een aanvulling kan geven op dat stukje wat ze eigenlijk missen. He, door hun geheugenproblemen, dat je daar een invulling aan kan geven en steun en die arm en die schouder, ja, dat maakt het voor mij heel mooi. Ik vind het wel gemoedelijk. Iedereen krijgt de kans om te zijn wie die is. Dat vind ik heel belangrijk. Ze hebben zo'n geduld hier. Prachtig gewoon. En als je iets niet kunt of je zit ermee, dan moet je het even zeggen, dan helpen ze je wel. Dat is het gevoel als je hier binnenkomt al. Het is geen verpleeghuis. Het is het huis van mijn vader nu. Het is gewoon altijd gezellig. Ook met de andere bewoners wel. En dan wordt dan wel eens weer. Mijn vader is ook wel eens onrustig geweest. Oeh, en dan was iemand boos. En die is daar heel gevoelig voor. En toch, ja, daar gaan ze dan ook weer heel goed mee om. Het is, ja, alsof je thuis komt. Ja. Dat is gewoon hoe je wilt zijn. Hoe je zorg wil geven. Ja, even een zoen voor het slapen gaan, even die extra knuffel. Ja, dat is gewoon heel erg belangrijk en dat vinden mensen ook gewoon heel erg fijn. Het hele, het is natuurlijk niet een makkelijk proces om mee te maken. En dat je dan wel van het huis, ondanks dat ze zijn er eigenlijk om voor de bewoners te zorgen, ze zorgen ook een beetje voor ons. Ja, dat is September.